Bibliotheekkast. Je luistert naar de bibliotheek. De bibliotheekkast. Welkom bij de aflevering Mediawijs opvoeden. Mijn naam is Maaike en ik ben voor jou op zoek gegaan naar meer informatie en tips over hoe je kinderen wijs leert omgaan met internet, social media, gamen en hun online identiteit. Blijf in contact met je kinderen. Weet wat voor games ze spelen, wat ze online doen. Op die manier kun je gesprekken erover voeren en dat is toch het belangrijkste. Kinderen van nu groeien op met internet, tablets, games en mobiele telefoons. Op de iPad doe ik vaak kleurspelletjes en daar word ik rustig van. Ik vind Fortnite de leukste game om te spelen. Je kan er echt ook steeds beter in worden. Het is ook heel uitgebreid en er komen steeds nieuwe updates. Dat ik een eigen telefoon heb is vooral handig om als ik ergens naartoe ga en ik ben er, dan kan ik mijn ouders laten weten dat ik goed ben aangekomen. Ze weten precies hoe alles werkt, maar kunnen er nog niet altijd verstandig mee omgaan. Ouders en opvoeders hebben veel vragen over hoe je je kind het beste kunt begeleiden met al die schermen. Elspeth is informatiedeskundige bij de bibliotheek. Wat is mediawijs opvoeden? Mediawijs opvoeden of mediaopvoeding betekent dat je je kind leert om kritisch en bewust te gamen, te internetten, te lezen en televisie te kijken. Veel opvoedvragen van ouders gaan over het mediagebruik van kinderen. En de grootste uitdaging voor ouders is om een goede balans te vinden. Dus naast digitale media moet er ook tijd zijn om buiten te spelen, om te sporten, om te lezen, voldoende te slapen en ook met elkaar te praten en te lachen. Dus hoe kun je je kind daar eigenlijk bij helpen? Waarom is mediawijs opvoeden zo belangrijk? Nou ja, media zijn altijd en overal aanwezig. Bij de bakker hangt een scherm, iedereen heeft een telefoon in zijn zak. En hun impact op ons dagelijks leven, dus op werken, genieten, ontspannen, maar ook op wonen, leren natuurlijk, wordt steeds groter. Ouders van nu hebben ook vaak een gebrek aan ervaring. Kinderen hebben meestal meer ervaring met moderne media als smartphones en games en computertoepassingen dan hun ouders. Een baby van nu kan bijna eerder swipen dan kruipen. En voor heel veel ouders is het heel lastig om daarmee om te gaan. De meeste ouders hebben ook geen tijd of ze nemen de tijd niet om zich te verdiepen in alle websites en apps en programma's die hun kinderen opzoeken. En daardoor kan het voor ouders heel moeilijk zijn om er met hun kinderen ook over te praten. Of om een goede inschatting te maken van wat geschikt of ongeschikt is. Het is ook heel belangrijk om naar jezelf te kijken als ouder. Dus waar sta je achter als het gaat om mediagebruik en wat wil je ook meegeven aan je kinderen? Waar moet je goed op letten? Kies goede apps en games en websites. Een belangrijke rol heb je als opvoeder in de keuze van de media. Vooral voor jonge kinderen. Maak jij de keuze van wat je downloadt, wat je op die tablet zet. Dus kies daarom vooral voor kwalitatief goede en uitdagende games. En apps en YouTube-filmpjes of YouTube-channels. Ja, jonge kinderen hebben vaak als eerste een tablet of maken daar kennis mee. Maar kinderen krijgen ook op steeds jongere leeftijd al een mobiel. En ouders vinden het een veilig idee dat hun kinderen bereikbaar zijn. Uit cijfers van KPN blijkt dat honderden vierjarigen al een telefoon hebben. En vrijwel alle kinderen van 12 hebben een mobiele telefoon. Maar ja, wat zet je er dan wel en niet op? Alle apps die het kind wil in één keer downloaden, dat is ook niet zo'n goed idee. Want niet alle social media zijn meteen geschikt. En wat de consequenties kunnen zijn van bijvoorbeeld pestgedrag op Instagram of op WhatsApp of een onhandige vlog op YouTube. Dat snappen kinderen vaak pas vanaf de middelbare school. Dus spreek voordat je de smartphone geeft af welke regels daarbij horen. Als je een eerste social media account maakt, gebruik dan bijvoorbeeld niet je eigen naam. Word geen vrienden met mensen die je niet kent. Maak geen afspraken met vreemden. En controleer ook af en toe de gebruiksgeschiedenis. Hoe kies je een goede app voor je kind? Nou, een goede app moet prikkelen, uitdagen, eigenlijk net als gewoon speelgoed. En goede apps die voldoen aan verschillende kwaliteitscriteria. En ze hebben ook echt iets extra's. Nou, belangrijke dingen om op te letten zijn dan dat de app aansluit bij de belevingswereld van je kind. Dat die mooi is vormgegeven, dat er humor in zit. Misschien niet te veel tekst als dat past bij de leeftijd. Een app die met beloningen werkt, bijvoorbeeld met verschillende levels. Dat werkt heel motiverend. En ze zorgen er ook voor dat je kind steeds vaardiger wordt. En wat ook goed is om op te letten, is dat de app rekening houdt met privacy. Dus wordt je kind niet verleid om persoonlijke informatie van zichzelf in te vullen. Want met name gratis apps, die proberen op die manier alsnog inkomsten te krijgen. Wat zijn positieve kanten van internet en online media?
Nou ja, het is ook gewoon hartstikke leuk. En je kunt er heel veel van leren op het gebied van taal. Kinderen leren ook snel Engelse woorden. Maar ook op het gebied van sociale vaardigheden, reactievermogen zelfs. En voor wat oudere kinderen, ja, je zoekt dingen op voor je huiswerk. Je speelt games en ja, je maakt contact met vrienden. Gamen kan verschillende vaardigheden opleveren of verbeteren. Bijvoorbeeld creativiteit, doorzettingsvermogen. Het omgaan met winnen en verliezen, ook heel belangrijk. Sociale contacten, ontspanning natuurlijk. Oog-handcoördinatie en taalvaardigheid. Ja, et cetera, et cetera. Wat zijn vervelende of gevaarlijke dingen die een kind online kan tegenkomen? Ja, lastig vallen, pesten, ja, net als op school of op het schoolplein. Maar ook wat serieuzer, oplichting, misbruik. Het gebeurt ook allemaal online. Een specifiek risico, dat is grooming of digitaal kinderlokken eigenlijk. Volwassenen benaderen kinderen dan online via social media of via chatboxen. En ze doen zich dan vaak voor als een kind. En het uiteindelijke doel is dan seksueel contact. Wat kun je doen om je kind te beschermen tegen vervelende online ervaringen? Verstandig leren omgaan met internet moeten kinderen nog leren. En jij kunt hen daarmee helpen door met hen te praten of interesse te tonen in hun online leven. En kijk mee, stel vragen zoals met wie heb je veel contact. Houd ook het gesprek open en ongedwongen en positief. En laat je kind weten dat het altijd bij jou terecht kan als er iets naars gebeurt. Praat ook samen over hoe je met elkaar omgaat op het internet. Dus hoe kun je aardig zijn voor anderen? Hoe maak je anderen aan het lachen? En hoe geef je complimenten? Kinderen en jongeren die met hun ouders praten over onderwerpen zoals online veiligheid of grooming en sexting, cyberpesten, staan veel steviger in hun schoenen. Ze bewaken hun grenzen beter, ze reageren minder impulsief en ze nemen ook meer verantwoordelijkheid. En als je kinderen nog heel jong zijn, hoe kun je dan afspraken maken over online veiligheid? Nou, vanaf de kleutertijd kun je al prima eenvoudige afspraken maken met je kind. Ga regelmatig met je kind achter het beeldscherm zitten. Wat zien ze? Verschijnen er pop-ups tijdens het spel? Moeten ze ergens hun naam invullen? Stel vragen en laat ook je kind vooral vertellen. Zo maak je spelenderwijs de volgende afspraken met elkaar. Nooit je echte naam invullen, maar verzin een leuke nepnaam. Zie je een pop-up, een banner of een button? Roep dan eerst papa of mama voordat je klikt. En heb je iets raars of iets engs gezien, draai dan het scherm weg. Klik de site niet weg. En roep papa of mama erbij. En heb je een vraag of wil je gewoon iets weten, roep dan altijd papa of mama. Wat moet je vooral niet doen? Vooral niet alleen maar verbieden. Blijf in contact met je kinderen. Weet wat voor games ze spelen, wat ze online doen. Op die manier kun je gesprekken erover voeren. En dat is toch het belangrijkste. Probeer daarnaast zelf ook eens zo'n spelletje of zo'n app. Dan weet je ook veel beter waar je het over hebt als je zoon of dochter erover praat. Want vaak vinden volwassenen het eindeloos gamen of het gebruik maken van zo'n app een tijdsverspilling. Maar ja, is dat eigenlijk wel zo? Jonathan is 11 jaar en speelt graag de game Fortnite. Met zijn ouders heeft hij afgesproken dat hij elke dag 1,5 uur mag spelen voor het avondeten. Ik vind het gewoon echt een heel leuk spel om te doen. Je kan er echt ook steeds beter in worden. Het is ook heel uitgebreid en er komen steeds nieuwe updates. Fortnite is een schietspel waarin je probeert te overleven. Je kunt de game alleen in een duo of met 4 personen spelen. Jonathan spreekt vaak van tevoren af met zijn vrienden, zodat ze tegelijkertijd online zijn, zodat ze samen kunnen gamen. Ben je er al klaar voor? Bijna. In de game word je samen met 99 spelers op een eiland achtergelaten. De bedoeling is dat je als enige overblijft. Dit doe je door de tegenspelers neer te schieten. Om je te beschermen tegen je tegenstanders kun je forten bouwen. Wilt dan waarom laat je Epic Heavy R liggen? Wat liever een Scar heb. Ik vind samen gamen leuker dan alleen, want het is gezelliger. Omdat je dan met iemand bent en anders is het zo stil. Hey, maar Jonathan. Ja? Het gaat eigenlijk best wel lekker op de PlayStation. Nou, je kan ook winnen, maar je speelt met je vrienden een potje. En dat probeer je dan te winnen. Als je wint, ben je heel blij. En dan vertel je dat die dag op school aan iedereen die het ook speelt. En als je niet wint, dan heb je gewoon alsnog leuk gegamed. Waarom is het belangrijk om te weten wat voor spelletjes je kind speelt?
Is het spel geschikt? Zit er te veel geweld in misschien? Is het taalgebruik passend bij leeftijd of ontwikkelingsniveau? Wat zijn de kosten? Dan heb ik het niet over de aanschafkosten van een game, maar ook over in-app aankopen. Extra levels, lootboxes, van alles. Het zijn een soort pakketten met daarin allemaal extraatjes die je tijdens je game kan gebruiken. Bijvoorbeeld met nieuwe karakters, met bepaalde wapens of met muntjes waarmee je weer verder dingen kan kopen. Die kosten geld. Ja, verslaving kan ook gebeuren. En bovenal, het is een hobby van je kind. Je kind vindt het leuk. Je staat ook langs het voetbalveld. Je gaat ook naar muziekuitvoering. Dus ze tonen op die manier ook interesse. En hoe kom je erachter wat voor game je kind speelt? Nou, de vraag is of je mee mag kijken. Dat natuurlijk bovenaan. En speel het spel zelf ook eens een keertje. En een handige website over games is de website watspeeltmijnkind.nl. Daarin worden heel veel games heel goed uitgelegd. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar hebben vaak last van een online sociale druk door bijvoorbeeld het gamen of door een groeps WhatsApp. Wat kun je daaraan doen? Hoe kun je ze helpen om daarmee om te gaan? Ja, jongeren moeten tegenwoordig altijd beschikbaar zijn, altijd aanstaan. En dit komt vooruit inderdaad sociale druk om online aanwezig te zijn. Het lijkt er zelfs op dat de jongeren nu een groot deel van hun bestaansrecht halen uit online zichtbaar zijn. Dit betekent dus overal likes geven, meteen reageren. Ja, kinderen hebben last van FOMO, fear of missing out. Het is, ja, de angst dat ze iets missen. En ja, je kan ze hierbij helpen door ze leren dat ze niet altijd aan hoeven te staan. Die telefoon kan ook uit, de tablet kan uit. Doe ook andere dingen. Onderneem andere activiteiten en neem op die manier afstand. En geef ook het goede voorbeeld van hoe je kan communiceren. Want er zijn natuurlijk verschillende manieren om te communiceren. Niet alleen maar via een telefoon, maar ook in real life. En ja, online ga je toch ook vaak een stap verder dan in de echte wereld. Je reageert misschien impulsiever op dingen. Ja, wie ben je eigenlijk in de echte wereld? En is dat wel dezelfde persoon die je ook online bent? Dat zijn ook echt belangrijke dingen om te bespreken met je kind. Wat is een normale schermtijd per dag? Ja, nou, die bestaat niet. Volgens experts is het wel de meest gestelde vraag door ouders. Maar tegelijkertijd is die ook achterhaald. De ene scherm is het andere niet. Zit je kind alleen maar YouTube-filmpjes te kijken of zit het met oma te facetimen? En kinderen verschillen ook zo enorm van elkaar in leeftijd, in gedrag. Om daar één en hetzelfde aantal kijkminuten op te plakken, dat zou heel raar zijn. Het verschilt daarom heel erg per kind en natuurlijk per ouder wat jij zelf als ideale tijd ziet. Het is vooral belangrijk dat schermtijd in balans is met andere activiteiten, dus andere dingen die je doet. En durf hierin ook je eigen keuzes te maken. Hoe heeft schermtijd invloed op je concentratie bij het maken van huiswerk? Uit onderzoek blijkt dat 92% van docenten aangeeft dat social media negatieve gevolgen hebben voor de schoolprestaties en cijfers op het rapport. Kinderen worden te veel afgeleid, hebben slaaptekort zelfs en kunnen zich echt minder goed concentreren. Het zit hem in de hoeveelheid en daarom moet je de rol van een smartphone, een tablet of een game ook echt gewoon aan banden leggen. Bijvoorbeeld geen telefoon in de slaapkamer, leg je telefoon weg als we aan het eten zijn. Ja, nu zijn we als volwassenen eigenlijk net zo verslaafd en hoor je soms kinderen tegen hun ouders zeggen van leg dat ding eens weg. En ja, dat lijkt mij eigenlijk heel gezond. Als je als ouder alleen maar regels opstelt, alleen maar dingen verbiedt, dan gaat een kind zich verzetten. Elsbeth geeft 5 tips over mediawijs opvoeden. Tip 1. Maak samen duidelijke en haalbare afspraken. Sta open voor je kind en maak samen afspraken. Zoals geen schermpjes in de slaapkamer. Geef geen informatie aan vreemden. Vraag toestemming als je iets wil downloaden. Wist je browsergeschiedenis niet. En praat ook over sexting en online privacy. Blijf met elkaar in gesprek. En doe bijvoorbeeld de ouder-kindquiz op de site van mediawijsheid.nl. Tip 2. Toon interesse en stop met alleen maar verbieden. Verbieden werkt vaak averechts. Stop met alleen maar vertellen wat niet mag. En wees ook open dat je af en toe, bijvoorbeeld wekelijks, even wil kijken en controleren wat ze online hebben uitgespookt. Tip 3. Laat ze filmpjes kijken of games spelen die bij hun leeftijd passen en bij hun ontwikkelingsniveau. En probeer het ook zelf uit als ouder. Tip 4. Wissel schermtijd af met andere activiteiten. Tip 5. Geef het goede voorbeeld. Waar ligt jouw telefoon eigenlijk tijdens het eten of televisie kijken of als je gaat slapen? Leg ook jouw mobiel een tijdje weg. Bonus tips. Je lichaamshouding is ook heel belangrijk. Als je kind veel tijd doorbrengt met gamen of voor een scherm, is het heel belangrijk dat hij daarbij in de juiste houding zit. Zorg bijvoorbeeld voor een stoel die je onder een goede ondersteuning biedt en je daardoor je natuurlijke lichaamshouding bevordert.
En ga regelmatig met elkaar zo af en toe een dag offline. Dankjewel Elsbeth voor je informatie en tips over mediawijs opvoeden. En Jonathan voor het meekijken tijdens je game. Dit was de aflevering over mediawijs opvoeden. Kijk op de website van jouw bibliotheek voor meer informatie en activiteiten over mediawijsheid. De medewerkers van de bibliotheek geven je ook graag tips over media en opvoeding. Graag tot de volgende aflevering. De Bibliotheekcast. Deze podcast is gemaakt in opdracht van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland en is gerealiseerd dankzij een financiële bijdrage van de Koninklijke Bibliotheek.